Jouw oppositiepartij, die interesseert die gaan we op een nij een extra dienstgekomst omvragen. Genier links, VVD, PvdA en Partij voor de Boeren. Binnen tien kritisch wordt het handelen van het college en reppen van het skin van belangenverstrengeling. Dit zou spelen om de geerwerking bij FC Burgum, de nijbouw van de Nije Westermar en de omkeep van de sportkantine om daar een ACC-squad in te vestigen. Dat twee weken geleden, ik had een spoeddebat West, daar Hooyinga had je van de ChristenUnie aan tafel. Sjaak Hoekstra had een telefoon thuis. Goedemorgen, Sjaak. Ja, goedemorgen, Luc. Goedemorgen, Douwe. Goedemorgen. Sjaak Hoekstra, je mag misschien in het begin, die ken je net persoonlijk wijzen, want die had een corona-collega, om het samen even heel ondiplomatiek te zeggen. Met terug ga je nog 10 dagen toe zitten, Matt, hè? Zij is toch? Ja, klopt helemaal, Luc. Ik had een collega die vorig weekend weer die wat grieperig. Die had zich testen laten, nou rond de menje. Wensen kwam eruit dat hij positief hier. En ja, tot de collega's in zijn directe omgeving en meesten in zijn directe omgeving, die werden adviseerd om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ja, ja, ja. Dus ik zit in 10 dagen thuis. En maar dan, het hele gezin ook in de quarantaine of net? Nee, dat is op zich wel bijzonder. Thuis gaat het leven terug en de rest van het gezin dat kennen alle kanten op. Ja. Maar goed, we moeten naar de politiek. Daar hoor je van de ChristenUnie is van de coalitiepartijen, zo mag ik het even zitten, het CDA, ChristenUnie en FNP, sorry, ja, die is van de coalitie. En VVD onder andere is van de oppositie. Dat Björk het net zo goed mijn waar de laatste tijd. En dat had twee weken geleden op wijze in het Rietzel van onze buurgemeente Akarspon, had dat tot een bijzondere Rietsvergadering geleid, een weekenspoeddebat, waarin het stevig om een tak ging. En met name Sjaak Hoekstra van de VVD, die gaan er, nou, zeg maar, sommige klanten die spusten van het gestrekt been in. En die, ik zit er maar even zaterdag dat op mij oorkwam is. Joffe Wieten, vooral de wethouder Gelbert Hoekstra van het CDA, belangenverstrengeling, als het gaat over de Westermar. Dat is jou net in dank aannam. Ga je daar nou reacties op kregen de laatste weken? Ja, er zijn wel een paar mensen die hebben er een op aansprutsen. En ik bedoel, van we mensen gewoon echt nieuwsgierig naar binnen antwoorden. Want er zijn best wel wat veronderstellingen. Vooral Gnien Links, die jou echt de complimenten, die haar echt uitgebreid onderzoek dingen naar dit hele verhaal. Die hebben een prachtig mooi feit, helaas. Er zijn best wel wat opmerkingen. Die hebben we graag een reactie van krijgen wilt. Alleen dat de antwoorden van u het college binnen net kan. En daar ben meestal echt nieuwsgierig naar. En ik bedoel van de toon, daar haak ik weinig goed uit. Door de Jonne en met name ik door de actie van Sjaak Hoekstra van de VVD, is er net zo'n geweldig positief beeld naar boeten kwam van hoe de RIA functioneert. En dat moet je ik uit haar. Nou ja, maar dat klopt. Zo, ik bedoel van de wunnen die ik hier, die winnen stevig. Ja. Daar is geen discussie over. Alleen als ik haar ze wel weer om je hebt. En Ik ken me nog steeds net betrapen op onwaarheden. En het is een goed verhaal. En er komt een vervolg op dit spoeddebat op 8 oktober. En eindelijk dan kan ik ze samen herhalen. Maar van de meiden... En onwaarheid zit daarin. Nee, maar even dan net over de onwaarheid. Dat maakt al je nog blikken. Ik ga een verhaal lezen van de meiden van het CDA. Op de CDA-site. Die ga je misschien lezen. En die had het door integriteit en die had het door een bepaald moment, die had ik in Orenbeest in broer, zei van nou, het is bijna dat je in je beschadigd je. Dus zo bijna zo je daar in je, ja, zo ga je een klacht, zo je daar een klacht in zien, in die zin. Want jou maakt je net hurt wat je daar precies zegt. En wat doe je dan op, Luc? Nou, die belangenverstrengeling, die weet persoonlijk zijn dat de wethouder belangen had bij FC Burgum, vroeger bij de Warren en nog een paar van dat soort zaken. Ze had net de kans gekregen om dat wel eens. En Johan had de kans gekregen om de bewijzen op tafel te lezen. Nee. Nee. Maar dat op bloed in de loft hing. En dan is het, dan beschadig je daarmee toch een persoon. Dat is ik, ja, maar ik wat van de meiden van de CDA zei. Zo, ik bedoel, van normaal gesproken dan hebben we een debat. Dan gaan we eerst even de inleiders van het debat. Die kennen even zezen wat ze te zeggen hebben. Letterlijk komt ik, het college komt nog aan het woord. Alleen de coalitiepartijen, ja, die winnen de kleer mij. En die wonen stappen met de vergadering. En die wonen voortrennen. Daar gaan ze een andere voorstelling zinnen. En ja, ze werken dat in de politiek. De meerderheid die beslist over alles. Over besluiten, over een andere voorstel. En het college gaan ze weer hulden om een reactie te gaan. En ik bedoel, van had ik dan mevrouw Hoekstra, na dit 10 jaar op Omroep Friesland,
ja, ze zien het eindelijk voor de poging om te reageren en antwoord te jaan. Ja, dan denk ik bij mezelf, ik vind die zonde, want het is nou een al je vragen, die bloeken gewoon treien die ik een bogende merken hingen. Ja. En daar kan het college net op antwoordje. Nou, en dat vind ik best wel een gemiste kans vanuit de coalitiepartijen. Ja, daar hoor ik van een van de coalitiepartijen. Van dus je ja. Vies gek al wat te horen sport zien van, hoe zorgt dat je nou? De heer Hoekstra zei dat het toon, daar maakt het eigenlijk net ook in. Ja, als je begint met zo'n toon om te slaan en inderdaad zonder een grijntje van bewijs, en de heer Hoekstra zei dat ik bij Omroep Friesland, we kennen het net aantonen, we willen antwoorden haar, we gaan vragen. Ja, als je vragen haar, moet je net met zulke statements komen. Dan moet je net zulke hurde woorden gebruiken om waarmee je echt een persoon beschadigt, dat onder het landelijke nij staat. Dan moet je goed nadenken wat je doet. En dat is in dit geval net gebeurd. En dat, ja, dat neem ik de heer Hoekstra wel kwalijk, want er willen nou dingen zijn. Daarom sprutsen ik in dat spoeddebat van dit is wat mij betreft laster en afbraakpolitiek. De heer Hoekstra die mij graag de gemeente vergelijkt in mijn bedrijf. Hier dit boeten er iets zeel gebeurt, dan hier je hier het inderdaad hoe smaat en laster gewoon, wat mij betreft. Ja. Nou, misschien mag ik er nog even op inhekje. Ja, graag. Zo in de Tweede Kamer, daar wil ik wel eens een keer een minister of een minister-president aanvallen door een Kamerlid. Maar ik ga naar nooit Klaas Dijkhoff, of in dit geval Gert-Jan Segers, die ga ik nooit bij de microfoon sturen en dat hij zei van, nou jongens, doe net zijn raadje in de minister. Hij werkt het hard, hij had het beste meisje voor en dat verzin ze net. Nee, het is raar zijn, maar een dergelijke aanval die hebt bij openbaar bestuur. En als we dat een wall of net, hè, het is een openbare setting, spot aan, camera draait en iedereen die kijkt mee. Maak ik daar foto op reageren? Want je FD die had het wel mooi verwoorden. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. En plot zijn, als je net oerkerst, dan mag je gewoon voortgaan. In de Tweede Kamer werd er ook absoluut wel reageerd op statements wanneer het over de persoon gaat. En je vallen nou een persoon aan en net het antwoord in je bekleid, je vallen een persoon aan. En als je persoon aanvallen, dan moet je ermee hudde bewijzen komen, als je zulke hudde beschuldigingen naar je aantijgen. Ja, maar die bewijzen die je, Hoekstra? Wat ben bewijzen? Er zijn heel veel waarnemingen, heel veel constateringen. En dat bleek, ik wil u het feit helaas. En als we dan over de inhoud gaan, dan is daar best wel wat mis. Hey, ik bedoel van wat wij ik zijn. Ha. Er is best wel onzorgvuldig omgang met gemeenschapsgeld. Er is best wel een protegeelstap in een eigen Westermaat, waarbij bepaalde partijen bevoordeeld binnen. Geldstromen binnen onduidelijk. Verschuiving van budgetten. Wij kunnen het net meer volgen. En het is openbaar bestuur, het is net een BV. Dus het mat voor de rieën, maar ik voor de inwenders, maar dat gewoon goed te volgen werd. En dat is het alleen er. Als hij het over de inhoud, dan zeg je van er ben ding misschien in de procedure net goed gegaan of er ben geldstroom ben voor u onduidelijk. Dat is al je prima, die vragen mag ik stellen. En er ben daar dan een hele grote vraag aan gesteld en een hele grote beantwoorden. Ook op dit moment. Maar jou draai hem net meer naar de inhoud, hè? Jou draai hem nou om persoon. Ja, maar ik denk dat je even overkoepelend zegt. Ik bedoel van de wien fjouwe partijen die hadden het spoedenbad aanvegen. Ik bedoel van dat je even in grove lijn zegt. Het feit helaas, nou dat hier GroenLinks gewoon keurig op rijdt. Ik hier een hele kritische houding op uw college en daarbij vooral richting uw wethouder sport. De Partij voor de Boeren, nou die hier best wel een mooie bijdrage, kwade bijdrage, over het inconsequente beleid van T-Chex's deal. Ik in relatie met plastic en kunstgasfilm. En de PvdA, ja die gewoon vooral in op handhaving en op vragen die er leven. Dus... Ja, het hoort ik net al een dubbeling te wijzen van feitere lazen. Ja, nee, Jens, het hoeft net, je hoeft net als je een spoedpad om te vregen hoe je net al in mij hetzelfde verhaal te komen. Of je überhaupt onduidelijk werd het spoeddebat hoe game moest om het begin. Dus we zijn heel benijd wat werd de oppositie mij, of een deel van de oppositie mij komen zoeken. En dan inderdaad zit je goed, andere partijen hingen feitelijke inhoudelijke vragen. En dat heb je ook achterwege letten. En dat neem ik je nog steeds kwalijk. Ja, maar ja, dit is natuurlijk politiek, Luc. Als het probleem te groot worden, dan wordt altijd de aandacht afgeleid richting een persoon. Wat die zijn had, dat kennen al je net. Ja. Maar we moeten ervoor zorgen dat de problemen die er binnen op het Koningsland, rondom de sporthal, dat die net vieren worden. Want ik bedoel van, haar speed van die bijdrage, nou, ik had er geen speed van de woorden die ik zijn had, maar ik had er wel speed van dat het de overtoon krijgt alle opmerkingen die er komen vanuit de coalitiepartijen. En dan denk ik van, wat naar de inhoud het daar? Daar gaat het om. Ja, en ik wil heel graag naar de inhoud daar inderdaad, want daar gaat het om. En ik ben heel benieuwd wat we daar over
Als we daar ook echt een gesprek met elkaar over kennen en dat we dan inderdaad het ook op inhoud met elkaar daarop praten kennen. En dan ben ik heel benieuwd wat de oppositie me komen gaat, want ik, of een deel van de oppositie, uit alle antwoorden die, en de vragen die er nu binnen, show ik net een link naar integriteit of weet ik het wat daar. Dus dat, nee. daar moet de oppositie echt met de beelden leert om dat om te tonen, want dat moet uit de wereld wij. Maar op die spoedvergadering ben dus, is zijn van dat we horen op met deze discussie. We krijgen de kans nog volgens mij tot voorbij dat weekend erop. Om nog onvullende vragen in te leveren. Dat is de beurt neem ik om. Ja. En daar ben ik al antwoorden op gekomen, dat nota? Nee, het college wil toch graag even wat meer tijd halen om de boel in Groningen volgorde op een rijtje te zetten. Ja. Maar de antwoorden binnen nog net en die verwacht ik eindelijk eind deze week of eind komende week. En dan gaan we alsnog weer in debat, maar in feite een herhaling van wat in naar Kasper hoorde. Dan, op basis van de antwoorden die er dan binnen en dan heb ik een inhoudelijk gesprek. Ken wie is echt fatsoenlijk voorbereid als orenpartijen, want wie ging geen idee wat het debat hoe we gaan zoeken. Ik hoop dat we dan ook een inhoudelijk gesprek gaan kennen. Ja. Maar is dat vertrouwen er wel hoogtra? Want die had toen die wensen, ik meen de 4 schorsingen, maar daar ben ik gewoon sinds de 6 schorsingen. Die jongens in een kwarte vergadering, zoals kosting, dat joeg mij de indruk van je vertrouwt me maar net, je kent net meer, je bier hier mij maar discussiëren hoe het maakt. Hou je wel vertrouwen dat Aasen wel de wer is? Dat je Aasen wel mij nog praat kennen? Ik denk het wel. Ja, ik bedoel, van er komen direct een reactie vanuit het college. Er zullen altijd vragen wijzen, er komen antwoorden, er komen verklaringen. Dus ik had er alle vertrouwen in dat het goed komt. Zo, ik bedoel van, we hadden dan vragen gesteld, daar krijgen we nog antwoorden op. Wij weten ik vanuit de eerdere antwoorden dat komende maandje, dan krijgt dan de voetbalvereniging, die krijgt dan de sleutel. Deze, dan zullen de actes passeren bij de notaris. Nou, wij gaan vragen om een aantal documenten die er onderdeel van uitmaatje. Eerst dan krijgen we het van ja, ze binnen het versteld tot het college. Ze komen dan deze week. Nou, deze week gingen we niks krijgen. Juist hebben we een berichtje gekregen van ja, er mag nog een besluit aanwuren. En dan denken we van, wat is dit alweer? Het college dat bloedt wel mysterieus hoe de verkeer ik van het sportcafé, he, wat echt de inhoud is. En het rammelt wat u betreft aan alle kanten. Wij krijgen info, sommigen die zeggen zeker van ja, het college die schoffeert de raad. En dan hebben ze iets van, wat wordt je verhuld? En dat vinden we jammer. Wat ik bedoel, het is een prachtig mooie sporthal die gebouwd wordt. Alleen dat we nog zorgen hoe dat hier tussen het college en tussen de rieën. Nou, dan gaan we eens grote vraagtekens erbij. Ja, nou ja, ik jij nou echt met dingen dat ik denk van, kom op, het slaat helemaal nergens op. In mijn mening dat je als Rietslid, Urien komt van mij treden, al inzien willen, voordat ze überhaupt besluiten binnen in het college. Dus het college moet er nog over praten, wat ze precies ermee willen. En dan wil je als Rie al die inkomsten dat we van tevoren inzien, dan zitten we als Rie op een detailniveau te praten, wat we totaal net toezeggen. Nou, zo het detailniveau, meneer Hoijinga, in de Rieën, daar werd toen besloten dat het sportcafé verpacht zou worden, verhierd zou worden. En ik denk dat jou, ja, lieke schrokken binnen als us, dat het opeens verkocht worden voor een totale orde prijs. Nee, dat is voor mij ook net zo. En dat ben voor mij geen details. Ik ben heel benieuwd hoe dat pachten, dat is een hele goeie, en dat maar wat dan hoe het is zet, wie had die ontwikkeling in inkomst, Sjoen. Voor mij is dat nooit zo het zijn dat het precies zou zoeken. Want ook de clubs haar jij er al aan, omdat ze wel met financieringen gaan maten. Dus dan maak je ook onderpand bijvoorbeeld haar. Dus daar zo is dat we een andere constructie op uitmaatje kennen. Maar dat is al je uitwerking. En je wil graag met de heer Hoekstra wel in gesprek. Want dit ben gewoon feit. Nee, je maakt inderdaad duidelijk iets door haar. Alleen nog, als dat nog net eerst helemaal uiteten is, dat nog net besluiten is, dan kan je dan nog geen voor inkomsten opvregen. En het bedrag wat de heer Hoekstra toe had, ben ik dan echt heel benieuwd naar wat er net goed in is gaan. En hopelijk ben je het wel met me eens, meneer Hoijinga. Ik bedoel, van de mat nog een besluit aan worden. Ja. Alleen nog komende meentje, dan krijg je de sleutel, de voetbalvereniging. En komende tijdje, dan passeert het bij de notaris. Nou, wat voor moment heb je nog om je controlerende taak richting het college van burgemeester en wethouders u te voeren? Dit hier toch al lang op het plan gewezen, Martin? Ik weet het wet op dit moment het wet dat hem on leidt. Of dat nou in kader van de vragen dat nou even op de baan zetten is. Dat weet ik net, heer Hoekstra. Ik zit net in het college. Nee, maar wij doen wel het fysiek dit weekend ik richting het college om het passeren van alle actes op te schorten. Eerst maar het spoeddebat in de rieën plaatsvond haar. Dat zou ik helemaal net een idee wijzen. Oké. Hoorgen vind ik geen kijk idee. Dat is heel wat van komen, denk ik. 8 oktober, ik zou er mijn belangstelling nemen, mag ik eerlijk zeggen. Dan ben ik. Ja, ik ben benieuwd. Dat wordt een heel drukke dag, want je hebt middags eerst een normale reguliere vergadering over de begroting.
En daarachteraan de spoedvergadering. Dat vind ik wel mooi.